En ik wilde heel graag Wim het woord geven om ons mee te nemen in het project Gebruik van Meetdata voor Prognoses. Een project wat al wat langer loopt en een mooie inzichten heeft opgeleverd. Ja, dankjewel Maarten. Allemaal een goede morgen hier in Amersfoort en in de rest van Nederland. Ik wil graag wat vertellen over gebruik meetdata en prognoses. Allereerst wil ik de projectgroep even voorstellen. Want als ik praat over wij, dan zijn het deze mensen. Die hebben in de projectgroep gezeten. En deze projectgroep is ontstaan doordat we hebben destijds een enquête uitgevoerd over alle waterschappen. En een aantal van die waterschappen hebben aangegeven dat zij ook bezig waren met gebruik meetdata. En op basis daarvan hebben we een mooie selectie gemaakt voor waterschappen door heel Nederland. Hoe ver staan we ermee? Ja. Ten eerste wil ik straks aangeven over de projectomschrijving, wat houdt dat in? De meetmethodes, vooral over de opbouw van de meetmethode, wil ik graag een uitleg over geven. Daarna welke standaard willen wij eigenlijk voorstellen? En tenslotte van wat gaan we hiermee doen? Wat doen we hierna? Ja, afvalwaterprognoses. Afvalwaterprognoses wil nog wel eens misverstand opleveren. Je hebt afvalwaterprognoses voor het heden en de toekomst. Je kijkt in het wat moet je nu doen? Wat moeten gemalen nu doen? En de zuivering en wat moet je in de toekomst doen? En wij gebruiken meetdata natuurlijk voor wat hij nu moet doen. En die getallen die zijn opgebouwd, die prognoses zijn opgebouwd uit kengetallen, theorie. Daarom is het goed om eens te kijken van ja, hoe werkt het eigenlijk in de praktijk? Kunnen we daarmee uitvoeren? Even terug. Want wat was eigenlijk de doelstelling? De doelstelling is voor onze projectgroep is kennis uitwisselen en onderbouwen de eenduidige meetmethode voor verbeteren van prognoses. Die term die komt uit de projectopdracht. We zouden dan drie onderdelen zouden we daar uitlichten. En dat is dan de maximale pompcapaciteit. De gemeten droog weerafvoer. En dan zullen we nog kijken van ja, buiten dat hebben we daar nog andere toepassingen, een simpele toepassing die we kunnen uitvoeren. Maar ik wil eerst, tot nu toe hebben we ons gefocust op de maximale gemeten pompcapaciteit. En daar wil ik vandaag over hebben. Wat is dan die maximale gemeten pompcapaciteit? Afwaterprognoses bestaan uit afspraken tussen de gemeente en het waterschap. En dan is de vraag van pompen we te weinig of pompen we te veel? Of zitten we juist net goed? En als we praten over pompen, dan praten we over het overnamepunt. Onze vraag was dan van ja, hoe maken we een toetsing waarbij dus inzichtelijk wordt een vergelijking tussen de theorie en de praktijk. En hoe moet je die praktijk dan bepalen? Ja, de debietmetingen van gemalen. Wij kwamen erachter dat je op verschillende manieren kun je dat inzichtelijk maken. Dat heeft dus
best wel wat discussie opgelegd binnen de groep van ja, wat is nu wijsheid om toe te passen. Het gaat dus eigenlijk om de meetmethode. En iedereen deed het op zijn eigen manier. En het was juist net de wens van de COP om het te gaan standaardiseren. Maar hoe zou je dat dan kunnen, hoe zou je dat kunnen uitvoeren? Want welke uitgangspunten ga je dan hanteren? Welke voor- en nadelen ga je dan komen boven water? En welke beslissingen neem je daarin? Wat kun je ermee? En hoe moeten we dat dan inzichtelijk maken? Welke getallen wil je juist net zien? Nou, de uitgangspunten die wij als werkgroep hebben geformuleerd, hebben gezegd, well, het moet in elk geval simpel en robuust zijn. We moeten, want het moet toegankelijk zijn voor alle waterschappen. En makkelijk te gebruiken zijn. We gaan ervan uit dat de metingen die worden uitgevoerd, dat hoogfrequente metingen zijn. En dus die zijn dan ook gelijk beschikbaar daarvoor. En het bestreven erbij om het aantal meetopstellingen die nodig zijn voor die toetsing, dat het zo min mogelijk wordt. We moeten toch eigenlijk proberen om het te de tool zou mooi zijn of je dat geautomatiseerd kan uitvoeren. Dus handmatige handelingen zoveel mogelijk voorkomen. Want handmatige handelingen is ook altijd gelijk al een interpretatie van de data. En ja, dat wil je eigenlijk al wil je niet in het begin uitvoeren, maar dan wil je pas die analyse en de conclusies die we aan het eind trekken. Waar we in elk geval niet op gefocust hebben, is validatie. Dat valt er buiten de scope. En ook de werkwijze van de theoretische prognoses hebben we gezegd van ja, dat is ook buiten onze scope. Wat ook belangrijk gevonden is dat van ja, elk waterschap moet zijn, heeft zijn eigen beleid. Dus die mogelijkheid die moet er wel in zitten, dat hij zijn eigen beleid kan voeren. Maar ja, we willen toch wel streven naar standaardisatie. Dus om toch nog de branchevergelijking te kunnen maken. En om iedereen op zijn eigen manier, niet op zijn eigen manier, maar dat ook met elkaar te overleggen is van hoe doe jij dat? Ja, wat van de resultaten moet het opleveren? Voldoet hij wel aan de afspraak op basis van één getal? Dat is best wel belangrijk dat we gezegd hebben, we gaan van één. Er moet een toetsing komen of hij wel voldoet of niet voldoet. En dan in één getal in kubus per uur. Een andere toetsing die we van belang vonden is van, voert hij niet te veel af naar de zuivering? Maar je kunt natuurlijk ook, hij moet voldoen aan een bepaalde capaciteit, maar hij kan ook een overcapaciteit hebben en dat willen we als waterschap ook niet. We gaan uit van een jaargegevens, dus een toetsing op basis van een jaar. Maar we hebben ook wel ingezien dat we zeiden van ja, maar we willen, als je wil je de verdere analyse uitvoeren, moet ook kunnen dat je. Dat de tijdsduur instelbaar is. Dus dat je dan zegt van ik ga van een kwartaal uit. Dat je niet een heel jaar hoeft te wachten tot je een toetsing kunt uitvoeren. Rekening houden. Ja, dat heeft ook ons best wel een discussie opgeleverd. Van moeten we nou rekening houden als je één persleiding hebt waarop meerdere gemalen lozen. Dan hebben ze behoorlijk wat invloed op elkaar. Is dat moment van samenloop als alle gemalen volop blazen, is dat het moment waarop de capaciteit bepaald moet worden? En dat vonden we toch wel dat het moment is. Dus je moet er rekening houden met de samenloop van gemalen op één persleiding. En het moet natuurlijk makkelijk te delen zijn met de gemeente, want daar heb je de afspraken voor mee gemaakt. Dus het moet ook daar, die moet dan ook, moet het ook kunnen gebruiken om dat uit te kunnen leggen.
En zoals we dat al in eerste instantie al aangaven, is dat het moet makkelijk zijn om verder analyses mee uit te voeren. Dus de tool moet makkelijk uit te breiden zijn. Ja, dan komen we eigenlijk nu komen we eigenlijk op de vergelijking van de meetmethodes. Het bleek nou dat bij de waterschappen die deelnamen, hadden verschillende methodes. De ene gebruikte neerslaggegevens en de andere gebruikte niveaumeting in het gemaal. Als het gaat om neerslaggegevens, dat was op basis van een aantal. Je pakt een hele grote bui van een jaar. En dan ga je vanuit dat dan de gemalen die dan volop op in capaciteit zijn. En dan ga je kijken van wat doet dat gemaal aan capaciteit. Dat is eigenlijk, die methode bleek dus niet echt goed bruikbaar te zijn, omdat je toch een stukje willekeur hebt. Welke buien, je kunt wel zeggen van we pakken de grootste buien, maar wat is het moment dat je dan pakt aan capaciteit tijdens die bui? Dus dat gaf, nou ja, dat is een handmatige handeling en ook een eigen interpretatie kun je eraan geven. Dus dat vonden we juist net niet. Dat vonden we minder. En het was dus dan niet duidelijk wanneer een data selectie moet maken. Dus we zijn uitgegaan van niveaumeting in het gemaal. En wat bedoelen we daarmee? Dat werkt. Je ziet, blauw is, hier is een niveau. Op basis van. Op basis van een niveaumeting kun je zeggen van wanneer een gebeurtenis moet starten of niet. Ik kan het even wat verder uitleggen. Bij deze. Hier zie je dus, je kunt een niveau, die kun je dus, moet je zelf instellen. We hebben deze, ja. Je kunt hier dus zelf een niveau instellen van een gemaal. Dat moet een gemaal, dat is per gemaal moet je het zelf instellen. En als een niveaumeting daarboven komt, dan is het de start van een gebeurtenis. Dat is dus dit punt. En je kunt het zeggen, dan is het dan het einde van een gebeurtenis. Dat is dan dit punt. En op basis daarvan kun je dus de data zeggen van deze data gaan we gebruiken. Daar hebben we een volgende vergelijking is van welke data, ja, hoe gaan we die data dan gebruiken? Daar waren ook twee manieren voor. Eén manier is dan van op basis van gebeurtenissen. Dus wat je de gebeurtenissen die je dan die je hier dus op het plaatje ziet. Kun je alle gebeurtenissen bepalen in een jaar en kun je allemaal op een rij zetten en een gebeurtenis en daar dan een van elke gebeurtenis pak je dan het gemiddelde capaciteit en dat is dus deze weer, dus dat is alles wat boven die lijn zit. Daar dan een gemiddelde capaciteit van nemen. En dat is dan van een gemiddelde van één gebeurtenis. En dan van alle gebeurtenissen ook weer een gemiddelde nemen. En daarmee kun je dus bepalen wat. Zo kun je dan tot één getal komen. Ja, eigenlijk kwam erachter dat het
dat ook weer minder is, omdat het of nou een grote gebeurtenis is of een kleine gebeurtenis, dat maakt dan niks uit. En we vinden toch, ja, dat vonden we toch wel een nadeel. En hier houden we dan ook geen rekening mee met de samenloop van gemalen. Dus hebben we gekeken naar een andere methode. En dat is dus een opsomming van alle data boven een gesteld niveau. Dan ga ik even weer terug. Wat bedoel ik daarmee? Is dus, we kijken niet naar één gebeurtenis, maar dus data, alle gemeten data boven deze lijn. En dan per 5 minuten. 5 minuten, kan ook 10 minuten zijn, kan ook per minuut zijn. Dat is, dat in elk geval, je pakt de... en dat betekent dus dat je in zo'n één gebeurtenis, daar heb je dus heel veel data van per 5 minuten. En dan pak je niet van één gebeurtenis, maar dan pak je de dan pak je data van het hele jaar wat boven die lijn, boven die niveaumeting gemeten is. Wim, er zijn via de chat 2 vragen binnengekomen over de RWA-grens. De eerste vraag is, een gemaal heeft toch een regeling met een RWA- en een DWA-situatie, dan heb je het verschil toch al? En de tweede vraag die er ook mee te maken heeft is, hoe wordt de grens voor het niveau gekozen? Ja, eigenlijk is de ene vraag is eigenlijk gelijk al het antwoord van de andere vraag. Je moet rekening houden met een niveauinstelling van het gemaal. Je kunt een gemaal kun je instellen als je een bepaald niveau bereikt, dan gaat hij naar een RWA-situatie, dus moet je een hogere frequentie draaien. Nou, daar moet je in elk geval boven zitten, daar moet je dan rekening mee houden. Dus vandaar dat het ook zo is dat je het instellen van het niveau per gemaal is en het waterschap dat zelf moet bepalen. Heb ik daarmee beide vragen beantwoord? Kees, heb je... wat was de eerste vraag? Ja, volgens mij zijn beide vragen naar mij beantwoord. Ja, oké. Mooi. Het heeft inderdaad met de RWA-capaciteit inslag te maken. Dus ja, je moet rekening houden met de inslag van het instellen van het gemaal. Als we alle data hebben van zo'n jaar en dat gaan we op rij zetten van hoog naar laag, dan krijg je deze grafiek met de lichtblauwe lijn. Dat is dus... En wat kun je daar dan mee? Nou, dan kun je zeggen van, we kunnen daar een gemeten percentiel kunnen we daarmee aangeven om tot een getal te komen. In dit geval is dat dan, hier hebben we het gemeten percentiel. En als dat dan, dat is die 10%, en als we daar dan wat lijnen elkaar snijden, dat is dit punt. En dat geeft dan gelijk, daar kun je dan zeggen van nou, dat geeft dan een bepaalde capaciteit. Dat is dus in dit geval is dat 0,08. Het is een beetje ongelukkige debietaanduiding. Het is kubus per seconde. Het is natuurlijk, we werken in kubus per uur. Maar het is eventjes de methode die we willen aangeven. Maar op deze manier kun je dus zeggen bij een gemeten 10 percentiel. Heeft hij een bepaald debiet, in dit geval dan 0,08. Dit zegt dus niks over hoe vaak of het tijdstip van het debiet. Het geeft alleen de mate waarin een bepaalde capaciteit van heeft gehaald gedurende het jaar. Om het even nog wat duidelijker te maken. Die 10 percentiel, wat betekent dat nou precies? Als we bijvoorbeeld, als je uitgaat van 10.000 metingen, dan zou de 1.000ste meting zou dus de 10%
10 percentielen aangeven. En dus bij een bij de 3000ste meting zou bijvoorbeeld 30 percentiel aangeven ten opzichte van die 10.000 meting. Ja. We gaan dus, ja. Hoe kun je dan die toetsing maken? Die toetsing kunnen zeggen van als we op die manier dus met de middel van een percentiel kunnen we dan een capaciteit, dus tot één getal komen, kunnen we dus ook gelijk een vergelijking maken met de afspraak die we met de gemeente maken. En dat zie je dus hier. We hebben hier een lijntje als bijvoorbeeld met de afspraak met de gemeente is van 0,1 is de afspraak. En we meten dat die 0,8 is. Dan kun je vergelijking maken en zeggen van nou, het gemaal voldoet dus niet. Heeft een lagere capaciteit dan de afspraak. Op die manier kunnen we dus de vergelijking maken. Waarom praat ik dan over 10 percentiel en waarom dan zo'n laag getal? Nou, omdat namelijk, wij hebben gezegd van ja, zo'n gemaal moet natuurlijk altijd voldoen. Maar het gemaal kan ook eens een keer in onderhoud zijn of in storing zijn. Of je moet een aanloop hebben om de capaciteit te halen. Daar moet je ook rekening mee houden. Dus we hebben gezegd van 90% van de tijd. Als die dan van het jaar, als het dan gemaal voldoende verpompt, dan zou dat akkoord moeten zijn. En op deze wijze, waarom is die dan zo laag? Omdat je op deze manier dan ook rekening houdt met de samenloop van gemalen. Ja, wat willen we graag nog meer, zoals ik al eerder aangaf in de resultaten. We willen graag ook zien, heeft het gemaal niet een te hoge capaciteit? Want dan betekent dus dat hij dus te veel water naar de zuivering toe stuurt. Of dat hij een ander stelsel te veel belast. Ik vraag het om en, half zeven, kan ik... Is dat... Ja. Hoor ik een vraag? Of? Als er bij de online kijkers een vraag is, kan die gesteld worden? Steek dan even je hand op, dan zorgen we dat we daar aandacht voor hebben. De vragen tussendoor kunnen sowieso in de chat, maar misschien was het ook een microfoon die per ongeluk aanging. Ja. Wim, ja. Ga vooral door. Laten we daar dan even vanuit gaan. Ja. François heeft een vraag. Ga je gang. Okay. Ja, klopt. Hey, dank je voor de presentatie. Ik heb alleen één vraag over die samenloop van die gemalen. Hoe doe je dat in de praktijk? Want ik heb al een keer van die testen proberen te doen. En dan moest je 5 gemalen lang laten draaien om een stabiele situatie te krijgen. En vaak heb je dan onvoldoende watervoorraad in die systeem. Hoe doe je dat? Nou, wij gaan niet de samenloop controleren. We doen een aanname van als... als we een 10 percentiel pakken, dan gaan we uit van een situatie waarbij alle gemalen lopen. Dat is best wel een uitzonderlijke situatie. Dus vandaar gaan we vanuit van dat we onze aanname is van de gemalen die draaien op ze allemaal tegelijk. En heb je die gecheckt, die aannames? Sorry? Heb je die gecheckt naar de hand, die aanname? Nee, dat hebben we nog niet. Dat hebben we niet gecheckt. Zouden kunnen doen, maar. Daar kom ik straks nog eventjes op het einde van de presentatie op hoe we dan een volg gaan gegeven. En dan kom ik daar even op terug. Oké, ik heb nog een tweede kleine vraag in verband daarmee. Wat zijn je schattingen van de meetonzekerheden in deze opstellingen? De meetonzekerheden? Ja, dat wil ik dan ook nog even, want dat zal de antwoord opleveren. Dus daar kom ik straks ook nog even graag terug. Want je zei zojuist 10% verschil, maar dat valt ruim binnen je meetonzekerheden volgens mij hoor. Eerlijk gezegd.
Sorry? Ik denk dat de 10% waar je het zojuist over had, valt ruim binnen je meetonzekerheid. Dus het is een beetje de vraag of die dingen, of die uitspraken significant zijn, ja of nee. Ja, oké. Ik wil er straks even, omdat ik kom straks nog even op terug, als het mag. Goed. Ja. Mark van der Wulp, wil jij dezelfde vraag stellen? Nou, ik had nog een opmerking over die samenloop. Op het moment dat je alle RWA-situaties per gemaal checkt, heb je automatisch de samenloopsituaties erbij. Op het moment dat die bij wijze van spreken bij elke situatie gewoon zijn capaciteit haalt, dan weet je gewoon dat hij het gewoon doet. Ik bedoel, die check, die onzekerheid voor dat samenlopen, die is er dan helemaal niet. Omdat je gewoon alle situaties waarin die situatie zit, meeneemt. Dan maakt het niet uit of ze wel of niet samenlopen. Hij haalt gewoon de capaciteit die hij nodig heeft. En dan is het geen onzekerheid, dan is het geen aanname. Dan weet je gewoon dat of hij dan samenloopt of niet, hij haalt gewoon zijn capaciteit. Dat is wat ik... Ja, dat klopt. Maar het is eventjes het moment. De aanname is eigenlijk. Nou ja, ik wil toch even doen, anders dan. Ik kom straks even op terug. Is het goed, Mark? Zeker. Okay. Tuurlijk. Ja. De 90 percentiel. Daar waren we gebleven. De 90 percentiel. Ja, we willen graag ook weten van. Ja, gaat er niet te veel water naar de zuivering toe? En vandaar dat we er ook een bovenmarge hebben willen aangeven. En dat is de 90 percentiel. En dat betekent dus dat 10% van de gemeten tijd voert het gemaal hoger, meer af dan wat je dan de 90 percentiel. Ja, we hebben. Waar we ook over gehad hebben, is van. Moeten we ook niet een toetswaarde bepalen om te kijken van is ingrijpen noodzakelijk of niet? Dat je een ruimte hebt van. Nou, als we zitten er wel heel dichtbij, maar. Moeten we dan gelijk al ingrijpen? Vandaar dat we gezegd hebben: je kunt een toetswaarde. Hoog en toetswaarde laag instellen. En daarmee het ingrijpen kunt bepalen. En dat is eigenlijk wat je, elk waterschap zichzelf kan bepalen. Dus het is niet een voorstel van dat zo willen we het doen, maar het is meer van een hulpmiddel om te kijken van, is het verstandig om in te pakken en aan te pakken. Het komt er eigenlijk op neer dat ons voorstel is om een 10% percentiel te introduceren voor de toetsing van de afnameovereenkomst. De 90 percentiel voor de toetsing van om te kijken van is er een overbelasting of niet. Maar we willen ook introduceren het aantal gebeurtenissen. Willen wij ook inzichtelijk hebben om een toetsing te maken van. Wat is eigenlijk de kwaliteit van de toetsing? Zitten we op heel weinig data een conclusie te trekken of op veel data's, op voldoende data's de conclusie te trekken? Wim, er is een vraag van Mark van der Wulp. Mark? Die toetswaarde hoog en laag. Tenminste, zo kijk ik het dan tegenaan. Maar je zegt, elk waterschap kan daar natuurlijk een andere waarde voor instellen. Maar ik heb zoiets van, die afnameovereenkomst is een harde waarde waar je eigenlijk niet onder mag komen. Dus als jij dus je analyse doet van, haalt hij zijn afnameovereenkomst,
dan is dus de toeswaard laag, is je afnameovereenkomst. Ik bedoel, op het moment dat hij daaronder komt, dan komt hij daaronder. En ja, dat wil nog niet zeggen dat je daarom dat je dan gelijk actie op moet nemen, maar gewoon voor puur voor je analyse, is je afnameovereenkomst, die moet je gewoon halen. En wat je wil weten is, haalt hij hem of haalt hij hem niet? Dus dan, als je die vraag wil beantwoorden, is de afnameovereenkomst altijd je toetswaarde laag. Want anders kan je die vraag niet beantwoorden. Ja. Tenminste, als dat, want ik had het idee dat dat de vraag was die je stelde aan het begin, van joh, haalt hij zijn afnameverplichting? Nou, dan moet je dus je toetswaarde laag, is dan altijd je afnameovereenkomst. Anders kan je die, want dat, als je eronder gaat zitten, dan weet je niet of die, of je die vraag kan beantwoorden. Nee, dat klopt, Mark. Je hebt een afname ook geen soort. Daar moet je dan aan doen. Daar moet je natuurlijk ook naar streven. Maar er kan een situatie ontstaan dat bijvoorbeeld dat een gemaal 300 kuub moet doen, maar hij doet 295. Je moet een toch een behoorlijke inspanning leveren. Wil je hem toch hoger krijgen? En dan kun je dus, dan kun je afvragen van, is die inspanning, is dat dan het dan wel waard? Voor dat ene gemaal. En zo kun je dus best wel, kan er een situatie ontstaan dat je zegt van, nou, dit jaar doen we dat nog niet, maar volgend jaar gaan we het gemaal gaan we reviseren en dan zal hij zijn capaciteit halen. Dus vandaar vinden we eigenlijk dat dat gemaal geen inspanning nodig is. Het is dus een, ja, het is meer een, zoals ik hier ook weer instaan, is ingrijp noodzakelijk. Is een inspanning op dat moment nodig? Of gaan we zeggen van, nou, we wachten er even. En ja, dat is, nou ja, dat kan een waterschap zichzelf bepalen. Maar je hebt gelijk, een afnameovereenkomst, daar moet je altijd aan voldoen. Ja, maar wat ik bedoel is, kijk, je analyse, die kan je heel scherp stellen. Van hij zit er wel of hij haalt het niet. Wat jij dan op basis van die analyseresultaten actie neemt of niet, dat is een andere vraag. Ik zou je analyse wel heel strak op die afnameverplichting zetten en dan is die maar elke keer rood. Maar dan heb je wel een hele scherpe, duidelijke rand en dan kan je daarna nog eens kiezen van hij staat wel in het rood, maar... Weet je, maar dan heb je wel je analyse wel heel erg scherp en heel erg duidelijk. En wat je daar dan meer mee doet, is weer een ander verhaal. Anders dan ga je analyse vertroepelen. Dat is de reden waarom ik er waarom ik het roep. Ja, nee, maar dat betreft zitten we wel op één lijn. We hebben gezegd van de toetsing is op basis van 10 percentiel. En daar maak je een vergelijking met de afnameovereenkomst. Klopt dat of klopt dat niet? Dan dat is zeg je van ik voldoe wel of ik voldoe niet. En die toetsingswaarde zoals hoog en laag, dat is meer een hulpmiddel voor misschien een fase verder als je dus die toetsing klaar hebt. Dus het is meer een hulpmiddel die we zeggen van nou ja, dat is. Maar voor de toetsing zelf. Gebruik je die toetsingswaarde laag of niet? Ja, oké. Nee, dan heb ik hem. Dank je wel. Oké. Wat we ook gedaan hebben is, deze methode hebben we getest op 24 gemalen en zijn van werkt het of werkt het niet? Zitten we er helemaal naast en het blijkt dus, ja, wij vinden dat het best wel werkt. En het kan best wel wezen dat er heel wat verschuivingen ontstaan in de bestaande metingen die we. Dus we dachten dat het gemaal voldeed, maar het blijkt dus toch niet zo te zijn. Die kans bestaat er. Het kan ook afhankelijk zijn van de instellingen die je doet. Een instelling van bijvoorbeeld van welke niveau vanaf welk niveau gaan we meten. Maar we vonden toch wel dat gaf toch wel weer wat de praktijk wel aardig goed weer. Vandaar dat gezegd hebben van ja. De methode van niveaumeting met percentielwaarde vonden we toch het meest geschikte. Dat er
en het meest betrouwbare en voldeed aan de uitgangspunten die we hadden aangegeven. De test van 24 malen is werkbaar. Maar, en dan kom ik terug op de vraag. Wij vinden het toch wel dat op basis van 24 malen en wat metingen die we vonden, toch wat weinig en summeren. Dus hebben we gezegd van het zou mooi zijn als we dat een jaar lang gaan testen. En dan op bredere schaal. En dan zullen we dan ook kijken van is die TIM percentiel. Is dat goed werkbaar? Zitten we er dan niet naast? Of is het juist net, is dat een goede waarde? En dan zul je ook kunnen kijken van, is dat een situatie waarbij dus ook de gemalen in samenloop functioneren? Dus het is eigenlijk een dia die willen dan verder gebruiken om dan te testen en verder te onderzoeken. Onze conclusie was dus dat het is wel robuust je hebt juist net geen handmatige instellingen zijn nodig. Ja, handmatige handelingen. Ik heb instellingen staan, maar geen handmatige handelingen zijn nodig bij deze manier van werken. Dus vandaar het voorstel 10% 10 percentiel waarde voor toetsing van de afnemer overeenkomst en verder testen. 90 percentiel voor toetsing van de overcapaciteit. En dat ook verder testen, werkt dat. En de visualisatie toch wel verder uitwerken. Wat willen we dan nog? Wat willen we allemaal nog verder zien? Wim, ben je daarmee vanuit het project tevreden over de gevonden methode? En sta je daarachter? Ja, wat dat betreft ben ik zelfs wel een beetje trots op wat we allemaal in elkaar gezet hebben en bedacht hebben. Het was, zoals ik al eerder aangaf, er waren heel veel verschillende methodes kwamen achter om gemaalmeting uit te voeren. Maar wij denken toch dat dit toch een robuuste en betrouwbare methode is. In elk geval binnen onze groep gedragen is. Ja. En kun je nog iets zeggen over die verschuivingen die dit kan opleveren? Want het kan dus, als je met deze methode gaat werken, behoorlijk verschuivingen op de inzichten opleveren. Je noemde net een consequentie dat het gemaal niet voldoet. Ik kan me ook voorstellen een consequentie, we moeten misschien die afnameovereenkomst herzien. Ja, dat kan ook zo zijn. Maar dat is een afspraak tussen het waterschap en gemeente zelf, hoe ze daarmee omgaan. Onze taak was om een bepaalde meetmethode voor te stellen, waarbij je dus in een goed gesprek met de gemeente kunt aangeven of een gemaal voldoet of voldoet niet. Wat je met die conclusie doet, ja, dat is dan weer tussen gemeente en waterschap. Helder. Ja, je werkt zelf binnen waterschap Drentse Overijsselse Delta. Kun jij aangeven wat dit project en het inzicht daar heeft opgeleverd? Hoe kan je dit toepassen? We zijn nog niet zover dat ik dat bij mijn eigen waterschap deze methode gebruikt hebben. Dus ik ben ook heel benieuwd wat voor soort schuiving dit zal veroorzaken binnen onze afspraken. En hoeveel gemalen dan misschien dan niet voldoen of wel voldoen. Ik ben heel benieuwd wat dit oplevert. Vandaar ook dat testjaar dat we best wel belangrijk vinden. Om dan te kijken van zitten we door de goede lijn. Helder, dankjewel. Neem ons nog even mee in het vervolg, misschien hoe je daarnaar kijkt. Ja. Of Bob van Is. Wil je hem zelf stellen? Ja, want ik had hem ook niet op de chat gezet. eerst mijn complimenten, Wim. Mooi verhaal. Waar ik vooral benieuwd naar ben, en misschien is dat ook wel een beetje een oproep, want ik merk dat iedereen er verschillend naar kijkt. Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn als we met z'n allen hier op dezelfde manier tegenaan gaan kijken. Als een soort, misschien komt er ooit een soort moment van benchmark, dat we met z'n allen over hetzelfde praten en dat niet de ene op die manier naar de getallen kijkt en de andere op een andere manier. Dus dat is eigenlijk ook een beetje een oproep en ik weet niet hoe anderen daarin staan. Als je mij een vraag stelt, dan was het juist bedoeld voor die standaardisatie, dat we in elk geval allemaal op dezelfde manier een capaciteit bepalen.
En dan is inderdaad dan voor de benchmark en voor de bedrijfsvergelijking, zullen we dan, wordt het op dezelfde manier, kun je dan een vergelijking maken. En dat is denk ik best wel belangrijk. Maar niet alleen dat, maar ook omdat als we op deze manier gaan testen, kunnen we ook de tool kunnen we heel makkelijk uitbreiden. Want daar zijn we ook mee bezig. Want ja, dat in alle enthousiasme zeiden we, oh, dan kunnen we dit ook, dan kunnen we dat ook. Maar we hebben eerst beperkt tot dit. Maar we komen tot de conclusie dat je met veel meer meerdere analyses kunt uitvoeren. En nou, die zou je dus ook dan meenemen in die standaard. Dus dat zou iedereen ook kunnen gebruiken. Ben ik nu hoort hoor? Ja, ik ben wel nieuwsgierig, is eigenlijk een uitdaging, want in de benchmark BVZ, daar zit ik in, daar zitten onder andere Vertakken in, Edwin Koenen, hebben we het al over afnameverplichtingen. We hebben het niet over verplichtingen, maar we willen het hebben over afnameafspraken, dat ligt al heel goed. Maar er zitten nu een aantal vragen in waar we heel veel mensen mee worstelen. En dus wel een uitdaging aan deze groep om nou te bedenken, kunnen jullie niet vragen verzinnen die we bij de volgende benchmark kunnen stellen, zodat dat de goede antwoorden oplevert om met elkaar een beeld te hebben. Hoe staat dat nu met die afname afspraak? Ja, als je de vraag aan mij stelt, denk dat zou, ja, juist net zo, dat zou het gevolg geven en dan zou ik alleen maar trots op worden op het wat we nu wat met z'n allen dit neergezet hebben. Want dat betekent dus dat we dit gebruiken om met elkaar te vergelijken van zijn we op de goede weg. En als er daar de benchmark ook maar gepast is, geeft het ook een bevestiging dat we dan op de goede weg zitten. Ja, ik zou het alleen maar toejuichen en nou ja, mooi vinden. We hebben nog vijf minuten. Ja. We hebben nog 5 minuten voor dit webinar, dus ik zou vragen naar een einde toe. Ja. Waar ik nog wil aangeven, ja, wat het vervolg. Ja, we willen in januari willen we dit afronden. Dit moment hebben we ook gezegd, dit willen we gebruiken van zitten we op de goede weg, willen we de polsen. Dus dan kunnen we in januari kunnen we dan het afronden en met het voorstel richting de kerngroep gaan. Zoals ik al aangaf, die jaar 2023 als testjaar gebruiken, zodat nou ja, weten van de bevestiging krijgen. We gaan ook mee aan de slag met de droogweerafvoer, een meetmethode met de droogweerafvoer. Die hopen we dan in maart, dat we daar dan met een voorstel kunnen komen. En dat we dus in april gaan kijken van met deze twee beide meetmethodes, hoe kunnen we dan nog andere toepassingen van meetdata benoemen, die dus een verlengde is van deze meetmethode. We hopen dat hiermee de stip aan de horizon steeds beter zichtbaar wordt. Ik dank voor jullie aandacht. Als er nog verder nog vragen zijn. Dan kijken we even naar Kees hier in de zaal. Of er nog vragen in de chat zijn. En anders gaan we naar afronden. In ieder geval dank voor je verhaal. In de chat in ieder geval bevestiging ook van het beeld om tot eenzelfde rekenmethode te komen voor het bepalen van de RWA-capaciteit. Maar ook daarbij de kanttekening om dat goed toe te lichten, dat verhaal, en ook uit te proberen van wat dat betekent. Er zijn wat vragen ook van die 10% en 90% waarde, moeten dat inderdaad 10% en 90% percentiel zijn? Ja, we hebben gezegd van ja, we moeten ergens vanuit gaan. Laten we eens een keer 90 en 10 en 90, laten we dat aangeven. Hè, en kijken hoe dat werkt. Maar ja, als het blijkt dat niet werkt, dan daarvoor dat testjaar ook. Ja. Helemaal goed, dank. Dank ook voor jullie deelname online. Ik wil nog even een check doen of het voor iedereen nu goed te zien is, ook online. Dus zet dat even in de chat of je het beeld goed ziet. Want we hebben nog twee webinars die hierop aansluiten. En dan is het fijn dat jullie de presentatie goed zien.
Wim, ik heb zo'n bedankje voor je. Een lekker, je wordt even bedankt, bedankje. Dus hiermee dank voor jouw presentatie. We hebben gekeken naar, of geluisterd ook en kennis opgedaan van een van de projecten in het programma Afvalwaterprognoses naar een nieuwe praktijk. Daar gaan we vandaag meer over horen. Ik wil jullie vooral uitnodigen voor een fysieke bijeenkomst. 25 januari 2023, vers in het nieuwe jaar, hebben we een hele mooie dag in het vooruitschiet over het. We hebben het IT-symposium Community of Practice Afvalwaterprognoses genoemd. Daarin gaan we in op DAMO AWK, de geoserver en geoviewer die in ontwikkeling in de zuiveringseenheden, standaarden, zetinfo en nog heel veel meer. Een dag die naast onze kerncommunity, zou je kunnen zeggen, met prognoseprofessionals, heel waardevol is om deel te nemen met IT-collega's, GIS-collega's, databeheercollega's. Dus bij deze ook de warme oproep om die te laten aansluiten en mee te nemen naar die bijeenkomst. We zijn te gast in het hoofdkantoor van Waternet in Amsterdam. Dus een mooie locatie. En na afloop kun je daar Amsterdam onveilig maken met alle nieuwe inzichten. Als je daar zelf in, toe uitgenodigd voelt. Aanmelden kan nu al. Dus onderaan zie je de link. Op stoa.nl kun je doorklikken naar agenda en dan naar 25 januari. Ik zie hier de mensen in de zaal al direct daarheen gaan. Dus meld je aan voor die dag. Doe het thuis ook. Dan zien we jullie daar graag. Dit was het eerste webinar van 7 december. Wim de Bilcour, bedankt voor de inzichten voor het gebruik van metadata. Wij hebben hier 10 minuten break, jullie thuis ook.